Lieve mama, welkom bij de Happy Me, Happy Mama-podcast. De podcast voor moeders die het beste uit zichzelf willen halen en tegelijkertijd optimaal willen genieten van de tijd met hun gezin. Mijn naam is Lisa van der Weken en in iedere aflevering spreek ik met een inspirerende moeder over persoonlijke ontwikkeling, het maken van tijd voor jezelf en het houden van balans tijdens het moederschap. Ja, lieve mama, van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Happy Me, Happy Mama-podcast. En dit is gewoon alweer de 25ste aflevering. Hoe tof! Maar goed, um, voor deze aflevering heb ik een hele mooie lieve mama te gast, namelijk Hanneke Megens. Hanneke en ik kennen elkaar omdat zij mijn doelen was bij mijn bevalling. Um, en niet alleen was ze bij mijn bevalling aanwezig, maar voornamelijk in het traject daarvoor heeft ze mij heel erg ondersteund in mijn zwangerschap. Om weer vertrouwen te krijgen in mijn lijf, vertrouwen te krijgen in mijn bevalling en me te helpen. Um, realiseren dat er een hele andere bevalling mogelijk was... dan mijn eerste, wat traumatische bevalling. En nou ja, uiteindelijk met een supermooi eindresultaat... dat ik uh, bijna mijn droombevalling heb kunnen hebben. En dat is eigenlijk voornamelijk dankzij Hanneke. En ja, daarom heb ik haar gevraagd of zij um, te gast wilde zijn in deze podcast... en haar mooie verhalen, inspirerende dingen met jullie uh, wilde delen, lieve mama's. En tot mijn vreugde zei ze daar ja tegen. Dus bij deze mag ik die aflevering aan jullie presenteren. En ik ga er dan ook niet heel veel meer woorden aan maken. maar wens jullie vooral heel veel luisterplezier bij dit mooie interview met Hanneke Megens. Nou Hanneke, van harte welkom bij de Happy Me, Happy Mama-podcast. En super leuk dat je vandaag hier wilde zijn en dat ik dit interview met jou mag houden. En wij kennen elkaar al, al een stukje langer, maar de luisteraars die kennen jou natuurlijk nog niet. Dus ik zou willen vragen of jij jezelf aan hen voor zou willen stellen. Ja, dankjewel. Allereerst vind ik het leuk dat ik hier ben. En uh, mijn naam is Hanneke Megens. Ik ben uh, Doele, zo kennen wij elkaar. En ook zwangerschapsyoga-docent. En die passie is pas gekomen sinds ik zelf moeder ben geworden. Mijn oudste is nu bijna drie. Ik heb twee uh, zoontjes. En daarvoor werkte uh, ik al echt uh, nu bijna negen jaar als gewone yoga docent. En vandaag zit ik hier. En het is even wennen voor mij, want uh, de keren dat ik hier was, de andere keren ben ik altijd stil geweest. Dus deze kant ken jij denk ik nog niet zo goed van mij, maar ik kan ook heel goed kletsen. <laughs> en ik uh, ja, ben benieuwd waar we het over gaan hebben. Ja, inderdaad. Het is eventjes uh, omschakelen, want we kennen inderdaad uh, elkaar omdat jij mijn doelen was voor mijn uh, tweede bevalling. Um, maar goed, daar gaan we, misschien komen we daar dadelijk ook nog wel op, maar we gaan het vandaag ook even vooral over jou hebben en hoe jij uh, het moederschap uh, ervaart en uh, wat voor een werk je doet als uh, zwangerschapsyoga docent. Um, maar allereerst zou ik willen beginnen met uh, de, voor de luisteraars misschien wel bekende vraag. Wat betekent het voor jou om moeder te zijn? Ik kan bijna zeggen alles. Ik um, vond het wel mooi. Ik zei dat net tegen jou. Ik vertelde vandaag aan mijn moeder. Nou, dan ga ik praten over moeder zijn. En in de auto hier naartoe. Na nou, vanochtend echt heel hard gewerkt te hebben. En veel te hard gerend te hebben. Vandaag op de dag dat ik dan niet voor de kinderen hoef te zorgen. Um, bedacht, ik vind het wel leuk dat de moeder zijn nou centraal staat. Want ik vind dat ook een hele belangrijke rol in het leven. En echt iets waar aandacht voor mag zijn. Ik vind, je bent. Tijdens de zwangerschap en daarna word je moeder. En die rol die krijgt soms onvoldoende aandacht in de maatschappij. Dat doen we een beetje erbij, of daar krijg je niet alle credits voor. Terwijl ik vind die liefde die je ervaart als je moeder wordt, dat onbeschrijfelijke gevoel, daar begint het al bij. En spelen met kinderen, je ook gewoon in het moment houden, vind ik heel leuk. En um, ja, het leert me ook veel over mezelf, om geduld te hebben met dingen. Dansen in de woonkamer en dat mensen dan meedoen, en dat ik niet de enige ben die thuis oh. dansjes oh. doet. Maar dat uh, ja, mijn vriend dan kijkt en dat ik dan met die anderen, ja, juist met de kinderen, lekker kan dansen. Um, Heerlijk. Ik heb hier vanochtend nog een half uur staan zwingen. Uh, ja, dat vind ik, ik zo fijn. En wat, en wat ik denk ik ook mooi vind, is. Um, ze zijn een spiegel, zeggen ze heel vaak, maar wel. Um, hoe moet ik dat zeggen? Ja, wat, wat ik natuurlijk doe, dat ze, ik zie dat terug bij mijn kinderen. En het vraagt mij voor mezelf om nog meer gewoon vrij te zijn. Want dat gun ik hen heel erg. Dat ze mogen ontwikkelen tot wie ze zijn, zonder schaamte. En dan gun ik mezelf dat ook meer. Dus het levert me ook wel in die zin iets op. Ja, dus je zegt eigenlijk best wel veel dingen. Allereerst zeg je, het is eigenlijk alles wat al heel erg veel omvat, natuurlijk. Ja. Uh, en waar tegelijkertijd dus eigenlijk ook veel te weinig aandacht voor is, zeg je, dat het onderbelicht is, die rol van het moeder zijn. En dat het zoveel moois brengt, maar tegelijkertijd dat je dus uh, ook jezelf in je kinderen terugziet en je, je eigen rol ook weer opnieuw ontdekt. Eigenlijk bijna door uh, dat je kinderen hebt en dat je hen ziet groeien en ontwikkelen en ziet spiegelen met wat jij doet. Ja, dat klopt. Ja, en ik vind inderdaad... Het is een... Um... Ik vind het lekker om ook te werken, maar het is een kant in moeder, moeder zijn. Het is wel gaaf als je carrière maakt, maar het is mooi dat je moeder bent. Maar het is niet ook gaaf om echt om moeder te zijn. Bijna. Of tenminste, ik vind dat er weinig ruimte voor is. Heel kort verlof en dan moet je eigenlijk meteen maar aan de bak. Terwijl, geniet maar van die kinderen, dat doe ik, of dat doe ik dan zelf. En uh, daar probeer ik ook de balans in te vinden, want ik vind het ook leuk om te werken, maar om dan. Ja, ook echt thuis te mogen zijn en uh, zonder afleiding van telefoon ook moeder te kunnen zijn. Dat vind ik echt, ja, de, vind ik, ik vind het heel leuk. Nog leuker dan ik misschien van tevoren had verwacht. Je ogen stralen ook op het moment dat je daarover vertelt. Dat je, er, je kan gewoon zien dat je ervan geniet, van het moederschap. Ja. En uh, begrijp ik je dan goed dat je zegt van eigenlijk vind ik het heel gaaf, maar is die ruimte er niet om dat zo te ervaren? Klopt dat? Uh, nee, ik ervaar het zelf wel zo. Maar ik zou het leuk vinden als we vanuit de overheid, net als in de Scandinavische landen, dat je lekker een jaar verlof krijgt. En ik geef nog steeds borstvoeding bijvoorbeeld nu na 15 maanden bij mijn tweede kindje. Um, en dat is nog steeds een beetje raar. En zelfs ik dacht pas toen ik um, Noah, heet mijn jongste, aan de borst had en ik keek, jeetje, hij is wel erg groot. En dat ik er zelf verbaasd van was, toen dacht ik, zo weinig zie ik er dus om me heen. En... Dat zoiets natuurlijks, wat gewoon heel gewoon zou kunnen zijn, zo apart is, dat ik het zelf zelf bijna nooit ergens zie. Met die kleine dingen, ja, dan besef ik pas van oh, hoe ondergewaardeerd dus moeder zijn is. Ja, heel veel mensen vinden het raar als je een kindje, zeker na negen maanden tot een jaar, nog aan de borst hebt ja ik weet een bekende van mij die heeft tot twee jaar zelf gevoed en die kreeg echt vaak commentaar van moet je niet eens een keer stoppen ja uh, dat is het ja, is inderdaad gewoon totaal niet de normaal en uh, ja mensen kijken je soms zelfs een beetje vuil aan op het moment dat jij borstvoeding in het openbaar zit te geven wat ik ook heel raar vind maar goed ja maar dat leert moeders aan mij ook wel lekker scheid hebben aan uh, anderen eerlijk ja. gezegd niet, <laughs> niet in de verkeerde zin van het woord maar wel ja, als, zij, um, als ik bijvoorbeeld borstvoeding wil geven, ja, dan doe ik dat gewoon. We waren gisteren op een uh, basisschool uh, gaan kijken. En ik vergeet nooit meer een vriendin van mij is leerkracht op een basisschool. En zij vertelde toen: zat zij op klassengesprek? En ineens haalde die moeder haar tiet tevoorschijn. Zo noemde ze het ook. En uh, zij schrok daar een beetje van. Want ja, dat kind dat zat dus al op de basisschool. Dus die was helemaal uh, wat ouder. Of misschien was het een broertje of een zusje. Maar het was in elk geval ook een groter kind die de borst kreeg. En gisteren vroeg ik dus wel even van nou. Mag ik, het. Ja, mag het. En ik dacht later, ja, ik hoefde ook geen toestemming te vragen, maar wel even dat ze weet wat er gebeurt. Want dat heb ik daarin wel geleerd. Maar het is wel dat ik, um, ik doe het gewoon. Dus het maakt mij niet meer uit of iemand anders daar wel of niet oké okay mee is. Maar wel eventjes laten weten. Omdat het anders inderdaad best als schokkend kan worden ervaren. Um, uh. Wat eigenlijk toch heel raar is, want het is het meest natuurlijke bijna wat er is. Ja. En zo zijn we allemaal, of tenminste, veel van ons zijn ook met borstvoeding grootgebracht. Um. Maar ja, blijkbaar als we het dan in het openbaar doen, dan is het toch een beetje raar ja, of zo. Heel ja. gek, ja. ja. Maar wel mooi, want ja, eigenlijk, ik zit een beetje te denken: van je zegt zoveel van het wordt ondergewaardeerd ook in, in de maatschappij. gewoon het hele moeder zijn. Jij had laatst ook een hele mooie post op Instagram ge, gedaan en, over uh, de linda cover, Waarbij. Uh, Mag ik het delen? Ja, hoor, vertel. waarbij uh, het stukje uh, zwanger zijn en vooral de bevalling. Uh, dus in de Linda werd beschreven hoe dat ervaren werd. En op de voorkant een foto stond van een puffende Linda. Alsof ze ging bevallen. Tussen aanhalingstekens, die je nu, nu niet kan zien als luisteraar. Maar die maak ik met mijn vingers. Um, en dat dat totaal niet overeenkomt met hoe de realiteit eruit ziet. Zeg maar. En dat is ook een beetje, um, als ik jou zo hoor, ja, hoe dat we als maatschappij daarnaar kijken. Of met moederschap, klopt dat? Nou, ik ben in ieder geval een beetje rebels in. Ja, ik hou uh, best wel van om tegen dingen aan te schoppen. En um, ja, dan ik zit te denken ook met die cover. Ja, dat moet dan zo. Dat is dan zo netjes en niet. Um, het geeft inderdaad niet echt een beeld van de werkelijkheid. Ik weet eigenlijk niet precies wat, we, <laughs> wat de vraag is of wat ik hier. Uh, over zou willen zeggen. Wat ik daarvan wat ik daarvan wel dacht is een ja dat is net als met borstvoeding. Want je ziet bijna de dingen over moeder zijn niet zo vaak meer in het wild. Dat ja, iemand dat borstvoeding geeft. Als ik was de eerste van mijn vriendinnen die een kindje kreeg en toen de uh, tweede en de derde in de groep zwanger werden en die voeden al een beetje langer en werd het dan normaler... Omdat het dus di van dichtbij omdat ik het heb ja, gezien en meegemaakt. En ik denk mijn zusjes. Pas had ik Noah opschoten en deden hij zijn handen op mijn t-shirt. En ze zeiden allebei, voordat ik het zelf door had... van, wij denken dat hij honger heeft. En toen dacht ik, prachtig, dat zij gewoon dus door het te zien... meer daarover meekrijgen. En dat is ook met zo'n, inderdaad, een beetje preutse cover. Van, ja, laat die werkelijkheid, die mag ook gezien worden. En ik denk dat daar verschillende varianten in bestaan. Net als met moederschap is dat ook met bevallen. Maar, ja, ik vind die Linda is ook altijd een beetje rebels. Kom op, laat dan... Zien dat het ook anders kan dan alleen maar de ziekenhuisbevalling die je altijd al ziet. Het beeld wat al zo gewoon is en al op ieders netvlies staat. En laat dan ook een keer die andere kant zien. Dat vind ik wel belangrijk, ja. Want wat is dan in jouw beleving de andere kant die meer gezien geshowt mag worden? Voor mij heeft dat echt te maken met de natuur. En hoe dingen gaan als je geen interventies pleegt. En dat is um, ook... Een manier van opvoeden. Ik probeer meer uit te gaan van wat mijn kinderen doen. En niet van: uh, ik wil graag dit. Dus we moeten dit per se doen. Er zijn wel grenzen. Maar wel meegaan in ook wat de kinderen willen. We hadden het over de dag indelen. En dan vraag ik vaak ook: als, we een dag, als ik een dag met de kinderen ben. Nou, wat willen jullie doen? En dat we iets op het programma kunnen zetten. wat iedereen belangrijk vindt. En dan mogen we allemaal iets kiezen. Maar daarin heb ik dan een even groot aandeel als de kinderen. En Noah kan nog niet praten, dus daarvoor moet ik nog. Uh, of die, ja. Die heeft in die zin een ander aandeel. Maar ja, Max kan wel praten. En dan mag hij ook zelf iets zeggen. wat hij belangrijk vindt. en waar hij zin in heeft. En dan ga ik daar ook in mee. Dus zo daar in die ruimte zoeken. En met bevallen hetzelfde. We krijgen één beeld voorgeschoteld. En toen, ja, toen ik de eerste was die ging bevallen. Ik had echt geen idee waar ik moest zoeken naar informatie. En het was gewoon maar. ja, ook wat ik. Had gezien of gehoord. En dat is super eenzijdig. Je, totdat je zelf echt op zoek gaat. Maar waarom komen we of zien we die dingen dus niet wat vaker om ons heen? De struggles die moeders ook hebben. Dat je kapot bent na een gebroken nacht, um, mm -hmm. um, dat je toch die dag weer moet beginnen. Maar als je dan. Als eerste zelf meemaakt en nog nooit om je heen hebt gezien. Omdat we altijd doen alsof het alleen maar fantastisch is. En je ziet alleen maar zo'n kort bezoekje met kindjes met superschone kleren. En die zich netjes gedragen. Ja, die moeders worstelen s'avonds ook echt wat tijdens het eten koken. Of dat je denkt. Nee, ik ga ze nooit tv laten kijken. Nou, hartstikke handig om soms even die tv aan te zetten. En dat Heel dus, herkenbaar. Ja, maar dat je dus in je hoofd. Uh, ik dacht ook, ik ga altijd vers eten koken. Nou, zo'n potje heb ik echt wel gegeven. En dat vind ik nog steeds soms praktisch. Gewoon. Dat je dat niet allemaal zelf hoeft te ontdekken. En dat je daar dan een weg in kan vinden. Dat zou wel fijn zijn. En dat je dat dus ook tegenkomt voordat je zelf moeder bent. Dat we dat... Um, ja, Het blijft vaak binnen de huizen. Ik weet ook eigenlijk niet zo goed. Hoe zou je dat nou meer kunnen ervaren? Of hoe zou je het meer kunnen zien? Ik denk doordat het dus in de winkel zou liggen. Ja, dat mensen er gewoon vaker tegenaan lopen. Of het zien in hun omgeving. Ja, um, en ja ook wat, inderdaad de werkelijke verhalen. Dat is... Voor mij in ieder geval ook een van de redenen om deze podcast te starten. Omdat ik merkte dat er zeker op, uh, op social media zie je dat heel veel vaak tis, tussen aanhalingstekens roze wolkverhalen uh, voorbij komen. En de mooie plaatjes. En dat ik dan denk, ja, maar je hebt niet gezien wat er voor die foto is gebeurd of daarna. Want net als jij komt hier net binnen... en we nemen deze podcast nu bij mij thuis op... en uh, mijn zoontje lag toen vrij dicht te slapen... maar vijf minuten eerder uh, nou, stond hij hier thuis uh, op zijn kop... en was de boel te klein, zeg maar, omdat hij uh, zo uit zijn plaat ging. Dus ja, dat, dat zie je dan dus niet. Dus wat jij zegt ook inderdaad... Uh, dat je dan binnenkomt met zo'n kraamvisite in schone kleertjes... en alles ziet er mooi uit... Uh, maar ja, je weet niet uh, hoe die, die moeder s'avonds uh, worstelt omdat het kindje niet gaat slapen. Of hoe moe ze is omdat hij s'nachts drie keer voeding nodig heeft. Of, ja. uh, noem het maar op. En mensen laten het vaak ook, is mijn ervaring in ieder geval, niet altijd zien. Omdat ze bang zijn wat anderen ervan vinden. Of. Ik weet niet hoe jij dat ervaart. Ja, ik heb daar wel dus ook steeds meer dan lak aan, heel eerlijk gezegd. Ik vind dat echt. Uh... Ja, dat is fijn, omdat de, en mijn kinderen die hebben wel vlekken op de kleren. Mijn ook hoor. En uh, modderlaarzen aan. Ja, en ik heb de, pas trof ik de buurvrouw tijdens een wandelingetje, en toen zei ze, oh heerlijk, mijn jongens zagen er vroeger ook altijd zo uit, zo vies. En toen dacht ik, nou, dat was wel fijn. Dat is denk ik misschien al wat een stuk kan helpen als je dan hoort van, het is oké, okay, en het hoeft niet eens hetzelfde te zijn, maar niet dat je elkaar um, afkeurend aankijkt, of dat je nou kiest voor die borstvoeding of een flesje. Of. Ja, dat jouw kinderen er altijd picobello uitzien. Want er zijn ook moeders die dat gewoon echt hebben. Ja, prima. Maar als het dan ook oké okay is dat die van mij dat niet zijn. Denk ik dat is wel prettig. Dus meer elkaar daarin in de waarde laten. En we, ja, we doen dat allemaal anders. Ja. En je zegt ook van. Daar heb ik wel steeds meer scheid aan gekregen. Klinkt alsof dat, dat wel veranderd is sinds je moeder bent geworden. Klopt dat? Of had je dat eerder ook al wat meer? nee je moederschap dat vond ik ook anders met een tweede bij die eerste is alles nieuw en dan ben je of tenminste ik was zelf echt afhankelijk van wat de experts mij vertelden en dat begon bij dat je de, de belt naar huisarts en verloskundige dat je zwanger bent ja en ook met het al het kiezen van een praktijk ik had geen idee waar ik op moest letten inmiddels weet ik uh, wat dingetjes maar toen dacht ik gewoon ja uh, zit in de buurt de dichtstbijzijnde ja en die vertellen mij wel wat ik nodig heb en dan is het goed en nu weet ik van het is fijn als je ook dingen hoort. En nou op het consultatiebureau bijvoorbeeld. Maar dat je ook zelf op zoek kan gaan en ook bij je gevoel blijven. Als het wel goed voelt, dan, is het, dan klopt het waarschijnlijk. Maar heel veel la, liet ik dan ook afhangen van. Oh, wat vertellen zij? Hoe vaak moet een kind eigenlijk eten? Ja, en als je dan weer meer teruggaat, bij mij tenminste, naar wat ik voelde. En dan weet je al zoveel. Vroeger was er ook echt niet iemand bij. Geloof ik geloof niks van dat iemand altijd zei: Oh, het moet precies zo of het moet op die manier. Dus doe maar en kijk maar naar je kind en naar jezelf. En als je allebei tevreden bent, ja, dan is het goed. En daar meer van uitgaan. Ik denk dat dat. Ja, dat sterkt mij wel. Ja. ja, wat je eigenlijk zegt is dat. Nou ja, nu zeg je ook in, bij de eerste, was ik vooral afhankelijk van de experts. En ook naar nou, de informatie. Ga er maar eens naar op zoek. En vaak krijg je dan ook ja, een beetje de standaard dingen ook aangereikt de, de lijstjes die je moet hebben de spulletjes die je in huis moet halen zeg maar maar ook de standaardboeken die vaak bij de verloskundige liggen ik denk dat aan die van beatrix heet ze geloof ik um, maar inmiddels weet ik in ieder geval dat het ook anders kan ook mede dankzij jou um, maar dat er ook echt een andere kant is wat je zegt ook bijvoorbeeld met de natuurlijke bevalling en het meer vrije opvoeden um, maar dat je dat gewoon ja, je krijgt dat zo weinig aangereikt juist die kant als moeder ja, ik zou het super mooi vinden als we daar verandering in aan zouden kunnen brengen, maar hoe dat dan te doen, dat is wel uh, een uitdaging. ja But, uh, yeah. ja en ook dat die verschillen er wel mogen zijn, want ik merk het bij vriendinnen die moeder worden. ja dan zie je ook dat iedereen doet dat op zijn eigen manier. en sommige verschillen worden dan misschien ook wel groter. en ik denk als je elkaar daarin in de waarde laat, vind ik al heel fijn. En ik vind het ook wel fijn dat, vind ik, een voordeel van social media. Terwijl ik heel veel dingen van social media niet zo fijn vind. Maar dat je wel makkelijker ziet van: oh, ik ben daarin niet alleen. Ik doe dat zo. En iemand anders doet dat ook zo. En dat sterkt. Zeker als je weinig slaap hebt, nou, dan kan je wel een beetje support gebruiken. Vind ik tenminste heel erg prettig. Ja, eens. En ik heb ook ontzettend lieve ouders die ook onze keuzes weer steunen. En daar heb ik ook veel van geleerd. Dus andersom meer respect gekregen voor mijn ouders. Maar mama zei pas ook dat wij op een andere manier opvoeden... en dan dat ze daarmee in mee kunnen gaan. In bijvoorbeeld inderdaad dat zij dachten altijd... oh, moet per se het bord leeg eten. Dat is ook zo'n oude stelregel. Ja, wij doen dan niet per se. als ze genoeg hebben en wij hebben opgeschept... ja, dan mogen ze van ons ook dus wel wat laten staan. Of dan eet ik het zelf eigenlijk vaak op. Zo gaat het meestal. <laughs> maar um, ja, dan hebben wij die keuze gemaakt. Dus dan... Gaat dat op een andere manier? Maar dat ze dat benoemde. En dat we. Ja, dus ook soms, inderdaad, als Max niet mee naar buiten wil, dat we dan dus soms ook daarvoor kiezen om binnen te blijven in plaats van een boswandelingetje te maken. Nou, dat deden zij vroeger echt niet. En ze zei, ja, daar leer ik ook weer van. En dat vond ik zo tof. En ook zo. Dat gaf mij zo'n boost. Dat je voelt van, oh, het is oké. Okay, ik voel me gedragen. En wie dat dan ook doet, ja, dat geeft wel echt een lekker gevoel. Ja, wauw, wat mooi dat je moeder dat dan ook zo, ook zo zegt. En ook ja, dat zij, dus, zij het anders geleerd hebben of zij het anders gedaan hebben destijds. Maar jou ook de ruimte geven om het op je eigen manier te doen. En je daar nog in sterken en dragen ook. Ja, dat is echt, van, dat is echt fantastisch. En het kwam omdat we, ik weet ook nog precies wanneer ze het heeft verteld. Want het was tijdens een picknick. En mijn zusjes vroegen er eigenlijk naar: van hoe hebben jullie ons opgevoed? Of waar zijn jullie trots op? En. Wat zou je nu anders doen? En toen vertelden ze dat uit zichzelf. En toen dacht ik, wauw, dat ze en ook dat ze het dus opmerkt. Nou. ja, van... ja, heel he mooi, heel mooi ja. ja, ja. dat zullen ook veel mensen wel herkennen, denk ik, want ook de relatie met je moeder die verandert vaak op het moment dat je zelf natuurlijk ook kinderen krijgt. Ja, wat je zegt ook, je hebt veel meer respect gekregen. Ja. Ik herken dat wel dat je dan ineens pas beseft van wow, dit hebben jullie destijds ook allemaal voor mij gedaan. Ja, dat, ja en wat uh... denk ik denk ook nog wel iets is wat, um, wat je van tevoren niet weet, is ook de ene moment, want dat vertelde ik natuurlijk net ook, oh, dan wordt, je wordt helemaal overspoeld van extra liefde en je weet niet waar dat vandaan komt. Maar het kan best zijn, wat we ook zeiden: van die vijf minuten dat hij nu huilt en daarna stil is, soms denk ik, oh, kan je achter het behang plakken. Want je kinderen kunnen je ook echt wel irriteren, zeker als ze wat ouder en. Daardoor ietsje wijzer worden. Uh, en dan kan het daarna ook weer dat ze zo'n dikke, vette peuterknuffel komen geven. En dan is alles ook weer vergeten. En dat vind ik ook bizar. Dus die flexibiliteit die je daar automatisch in ontwikkelt, ja, je hebt daarin geen keuze. Dus je, uh, je leert eigenlijk aldoende leer. Aldoende leer, ja, vind ik. Ja, dat is iets wat mij echt overkomt. En waar ik. Uh, wat ik ook fijn vind om te ervaren. Want als je nu terugkijkt naar toen jij net zwanger werd of naar de eerste, nou ja, de eerste weken, slash maanden, toen je um, moeder werd, dat je vooral die informatie vanuit de experts zeg maar, moest halen met, um, met datgene wat je toen aangericht kreeg en met wat je nu allemaal weet. Als je dan terug zou kunnen gaan in de tijd, wat zou je dan jezelf toen mee hebben willen geven? Je doet het goed meisje. Ja, dat. Het is goed. Je bezoekt zoveel oh, en dan twijfel ik weer ergens over. En dan google je het of dan zoek je weer buiten je. En uh, ja, als die baby tevreden is, dan is het oké. Okay. Dan hoef je niet zorgen te maken. Heeft hij wel genoeg gegeten of niet? Of moet ik nou nog iets anders doen? Uh, en dat voel je wel van dat je kindje tevreden is. En, en als hij blijft huilen of als je merkt dat je kind steeds onrustig is... Ja, dan wel hulp zoeken. Als je er niet uitkomt zelf. Als je er zelf niet uitkomt, ja, dan zoeken. En anders, als de baby tevreden is, dan is het goed. En dan maakt het niet uit als die niet volgens de boekjes groeit of op schemaatje ligt precies. Of in mijn geval nu veel te veel groeit. Ja, ja maar elk mens doen. is anders. En dat denk ik ook bij babytjes. Er wordt alles vastgelegd en het is, het is heel fijn dat dat er is. Dan laten we dat even voorop stellen. Ik vind het fijn dat je daarin enigszins een beetje houvast hebt. Dat is wel prettig. Maar ja, we hebben later ook mensen die worden 1,60. En um, mensen die worden 2,10 meter. Ja, dat is natuurlijk... Dat gaat soms wel een beetje anders. En al die controle... Ja, ook een beetje dat los durven laten. Van het hoeft niet allemaal... Niemand is gemiddeld. En dat zijn allemaal gemiddelden. Dus daarin toen ik dan ook voelde van... Oké, okay, het gaat... Mijn kindje is blij. Hij groeit goed. Ja, en dan is het ook dan is het prima. Goed. Ja, en dan de uitpikken van wat je nodig hebt. Want het raar... Ik vind echt... Misschien heeft dat ook nog te maken met de borstvoeding. Maar als moeder, dingen komen wel binnen als het over je kinderen gaat. Dus als iemand iets zegt. en het. al is het niet negatief bedoeld, je gaat soms toch aan dingen twijfelen. Als ze dan zeggen. oeh, hij is net iets te licht. Nou, al is dat misschien maar uh, 30 gram onder het gemiddelde. oeh, de, de curve vlakt af. Nou, je krijgt meteen spanning. Hè? En dan denk of tenminste ik. En dan denk ik, ja, laat ik gaan. En dan de volgende dag word ik daar alsnog even mee wakker. Dus dat heeft zoveel impact. wat je hoort. En. Um, ja, mij helpt het dan wel om zelf weer te, terug te gaan naar mezelf. Van, hij groeide goed. En wacht maar even af. En het ga, ja, dat je niet te veel vasthoudt aan één zo'n een opmerking. Want dat vind ik soms. Ik merk wel. Ja, dat is nog steeds iets. Dat kan wel drie dagen dan in mijn hoofd blijven zitten. Zo nasudderen nog. Ja. Ja, dus het effect van wat iemand dan zegt, een expert dan, dus bij het consultatiebureau bijvoorbeeld, of kinderarts of zoiets, als je dan inderdaad van dat groeien, ja, dat is iets, daar wordt echt op gelet. En um, ik ontdekte ook dat de World Health Organization, omdat ik borstvoeding geef, die is net een andere groeikurve dan bij uh, poedermelk. Nou ja, Klopt. zoiets, als je dan even dat weet, ja, dan geeft mij dat wel meer rust. Dus toen ben ik ook daarom naar nou even op zoek gegaan. Ik dacht, hmm, moet ik me nou zorgen maken of niet? En dan helpt een stukje informatie, helpt mij ook wel. Maar ja, het effect, dus van één zo'n zinnetje. Nou, het, ja, vind ik wel wonderlijk hoe dat gaat. Ja, wat voor een effect dat dan nog in de dagen daarna heeft. En misschien ook hoe jij in je vel zit en hoe je dan ook weer met je kindjes bent. Ik kan me voorstellen dat dat nog naast zit in je hoofd, dat je dan thuis ook iets minder lekker rondloopt. Ja, zo'n nee, zo grote impact heeft het ook weer niet. Maar het is wel dat het dan nog in mijn hoofd blijft zitten, dan, dan realiseer ik me hoeveel invloed dus. Mensen hebben met een expertstatus. En dat en begint die eigenlijk al tijdens uh, de zwangerschap. Dat je bijna aanneemt van jij zal het wel weten. Want je doet dit al jaren. Maar jij wordt moeder en het zijn mij en kinderen. Ik zie ze dag en nacht. Dus je ziet het wel of je voelt het wel als dat dan minder goed gaat. En daar ja, sterk bij, uh, ja, bij, je uh, ja, bij je buik blijven. Ik denk uh, ja, dat je uh, weet echt genoeg. Ja, je zei ook net van, uh, het begint eigenlijk al met bijvoorbeeld het uitzoeken van een verloskundige praktijk. Toen wist ik niet waar ik op moest letten. Ik ben dan ook nog wel nieuwsgierig. Waar zou je nu op letten als je het uh, opnieuw zou uh, mogen slash moeten doen? Ja, ik, vind, ik heb dus één keer, ben ik in het ziekenhuis bevallen de eerste keer. En toen dacht ik ook, oh, dan heb ik lekker alle veiligheid achter de hand. Maar dan kan ik wel vaginaal bevallen zonder enige ingreep, want dat wilde ik. Daar droomde ik van, maar daar kon ik eigenlijk nergens iets over vinden. Ik dacht gewoon, nou, dat denkt iedereen. Maar ja, zoals wij anders zijn, zo is elke verloskundige ook anders. En dat vond ik echt een ontdekking. Ik dacht gewoon, je krijgt overal hetzelfde, maar natuurlijk niet. Want ieder mens is anders, dus ook daarin. Ja, de een die zal, um, als je zelf niet kiest, dan kiezen ze eigenlijk voor je. Dan ben je gewoon afhankelijk van wat die ander belangrijk vindt. En zo is het met meerdere dingen in het leven. Maar de ene verloskundige zal bijvoorbeeld een cursus hymno-beurting omarmen. En de andere zal denken, nou wat een onzin en dat hoeft helemaal niet. Dus bij de tweede zwangerschap, toen wist ik van dat er veel verschil zit tussen de ene of de andere. En heb ik gekozen voor een, um, iemand die zelfstandig werkt. Dus zodat ik de verloskundige ook kende en wist ook, zij is sowieso aanwezig bij mijn bevalling, maar kende ook haar visie op bevallen en die sloot aan bij die van mij. En ik denk dat dat heel erg um, belangrijk is en helpend, want anders maak je keuzes voor jezelf. Ja, als die andere daar totaal anders over denkt, die wil ook het beste voor jou, maar op haar eigen manier. Dus daar meer achter komen. En dat zou ik dus ook anders hebben gedaan. Ik had toen met het bespreken van mijn geboorteplan, rond 30 weken zwangerschap, alles wat ik wilde, dat kon niet. Ik wilde geen mutsje bij op bij de eerste ja, en na de bevalling. En ik wilde geen oxytocine prikken om de placenta sneller geboren te laten worden na afloop. Ik wilde thuis bevallen, maar ja, we woonden op de eerste etage. Dus dat zou levensgevaarlijk zijn. Want stel. Nou, we hebben het hier meegemaakt met trappen ik herken, trouwens. Ik herken het, ik moest met een halve placenta twee trappen naar beneden. Ja, ja maar we mochten dus, ik mocht dus niet thuis bevallen, want nou, dat was allemaal verschrikkelijk. En toen droop ik af met een gevoel van: oké, okay, dan zal ik het wel mis hebben. En dat is denk ik de belangrijkste les. Dat mijn onderbuikgevoel dus wel oké okay was. En dat ik dan gewoon iemand anders had mogen zoeken dus te supporten. Van, je vindt echt wel in het leven mensen die dan wel aansluiten. En dat heb ik de tweede keer dus ook gedaan. En dat is een totaal andere ervaring. Je moet jezelf niet hoeven verdedigen om keuzes die je graag wil maken. Dat moet goed voelen. En dat is denk ik eh, belangrijk. Ja, vanaf het moment dat je zwanger bent en moeder wordt. En iemand die moet jou echt dragen. Dat is ook fijn. Dat is hetzelfde als het gedragen worden door mijn moeder. En dat begint altijd. Dus die zwangerschap. Zwangere vrouwen vind ik... Fantastisch om die supportje en die, ja, die verdienen al die liefde, dat is nodig. En dat je dan helemaal kan voelen dat het oké okay is wat jij voelt en dat je dat ook mag volgen. Die wijsheid en daarop aanhaken in plaats van andersom van nee, dat ga je toch niet doen. Ja, wat mooi dat je dat wil en hoe kan ik jou daarbij helpen? Ja, dus dat je de zwangerecht ondersteunt ook in haar proces en in haar keuzes zodat zij ook op het moment dat het erop aankomt volledig vanuit vertrouwen uh, dat kindje straks op de wereld kan gaan zetten. Ja, dat is mooi. Ja, en daarin dus ook zoeken naar iemand die dan bij jou aansluit, want het is dus niet zo dat iedereen daar hetzelfde in staat. Dus er is altijd wel iemand die bij jou past, en dat kan zijn van totdat jij denkt van, nou, ik wil gewoon in het ziekenhuis bevallen met een ruggenprik. Daar zijn verloskundigen bij die fantastisch daarbij kunnen supporten. Tot en met ik heb een voorkeur voor thuis bevallen eh, zonder pijnmedicatie en hoe dat precies loopt dat weet je natuurlijk niet maar als iemand naast je staat die jou in ieder geval daarin ondersteunt en support en uh, het vertrouwen geeft ik denk dat doet echt dat doet veel met de mens ja en dat maakt ook dat je misschien in plaats van aan jezelf gaat twijfelen dat je in jezelf gaat geloven waardoor de ervaring ook uh, ja, heel anders kan zijn ja en nou, weet ik wel, uh, ook vanuit eigen ervaring, maar ook vanuit andere vrouwen. Want jij zegt eigenlijk: Ik had bij de eerste al een heel idee qua geboorteplan. Uh, maar voor heel veel vrouwen, die ja, hebben ook totaal geen idee wat ze moeten verwachten. Hoe, hoe kun je dan als aanstaande moeder of als, uh, als zwangere vrouw toch een beetje aan die informatie komen van wat je zou willen? Want soms is het best lastig voor te stellen wat je eigenlijk überhaupt zou willen in een bevalling. Ja. Allereerst, je kan op internet natuurlijk zoeken. Maar ja, dat deed ik ook. Ik ging serieus naar de boekwinkel en vond ik een paar checklits over zwangerschap. En toen dacht ik, ja, maar dit zoek ik niet. Dus toen had ik ook. Als ik denk ik, oké, toen was ik ook bleu. Want ik dacht dan, nou ja, dan zullen al die boeken wel zo geschreven zijn voor vrouwen die gewoon alsof we echt nou, imbecielen zijn, bijna gewoon. Kom op, een beetje. Ik zocht meer empowerende informatie. En ik heb natuurlijk zelf online zwangerschapscursus. ...avontuur van 40 weken. Je had gezegd dat ik ook iets over mocht zeggen... ...dus dan zeg ik dat het nu mag maar. Ik want daarin, um, omdat ik het dus belangrijk vind... ...dat vrouwen leren van... ...hoe maak je nou een keuze... ...en wat past bij mij. Omdat je dat moet ervaren... ...door dingen te, verschillende dingen te horen. En ja, Wat zou je nou nog meer helpen... ...om dan die informatie te vinden? Ik denk al dat het dus ook scheelt... ...van die verloskundige praktijk. Als je uh, iets vraagt... Van ...geven ze jou ook meerdere opties. Of als je ergens iets over wil weten... Kunnen ze dat ook onderbouwen waarom ze een bepaalde keuze maken? Als er iets aan de hand is medisch met je kindje, dan wordt daar heel vaak iets over verteld. Maar kunnen ze ook ja, achtergrondinformatie geven en willen ze dat? Of laten ze jou dan gewoon afdruipen met nee, wij weten het wel beter? Ik denk dat dat niet zo prettig is. Je, dus je mag altijd om informatie vragen en als je die niet krijgt, ja, dan op zoek gaan. Zelf op internet even zoeken, maar je kan ook naar een andere praktijk gaan. Ja, en ik weet inmiddels ook, maar dat wist ik bijvoorbeeld ook niet, dat je ook zelfs tot het einde van je zwangerschap nog over kan stappen van de ene verloskundige naar de andere. Dat je niet verplicht bent om, als je eenmaal een keuze hebt gemaakt, om daar altijd bij te blijven. Ja, oh mooi. Ja, dat is voor mij al zo gewoon dat ik dat niet eens meer aan denk. Dus dat is denk ik ook soms krijg je dat ook. Het is maar van heel die... nieuw. Ja. ja, van je mag gewoon inderdaad, als je denkt, deze het past niet. Ja, want dat vond ik dus ook met geboorteplan bespreken, pas bij 30 weken, dan ben je al zover. En uh, nee, je kan zelfs in weken veertig uh, kun je nog overstappen. Als je nog niet, zolang de baby in jouw buik zit, kan je nog een iemand anders kiezen die aanwezig uh, is bij je bevalling. Ja. ja. en dat geldt dus ook. Dat wist ik ook bij de eerste niet, maar nu ook voor de kraamverzorgster. Uh, dat als dat geen match is, dat je zelfs daarin dus ook nog na nou, één of twee of misschien zelfs vijf dagen kan zeggen: ik wil toch graag een andere. Ja dat ook daarin de klik ook gewoon heel belangrijk is. Maar dat zijn allemaal van die dingen... ik weet niet of jij dat wist... maar bij de eerste was dat voor mij totaal onbekend. Ja, nee, alles was in de, is de internet nieuw. En dat ja, blijven checken van... vind ik deze personen fijn om mij heen? Ja, dat je het zelf fijn hebt. Dat is echt ontzettend belangrijk. Ja, en nou... Ben ik ook nog even benieuwd, want je vertelde in het begin ook, je bent inmiddels de dus zwangerschapsoogadroceent en doula, um, en maar voorheen, uh, vooral voordat je zelf kinderen kreeg, actief als yogadocent voor allerlei mensen. Uh, wat heeft gemaakt dat je de keuze hebt gemaakt om over te stappen naar docent? Ja, toen ik zwanger was van Max, ik vond dat echt magisch. Dat is onbeschrijfelijk. Allereerst, dan op een gegeven moment bij mij gingen echt die eierstokken rammelen. Ik hard. Dacht... Dat gebeurt niet, maar zo voelde het echt. ik echt. Gewoon, ik wilde zo graag een kind. Dat is, was echt zo'n natuurlijke drang. En ik weet niet of jij dat hebt ervaren. Ja, ik ben geloof ik drie jaar lang geremd in dat verlangen. Tot het eindelijk mocht. Ja, maar dit vond ik die oerkracht, dat instinct, fantastisch om te merken. En um, ook verbazingwekkend bijna. En toen die zwangerschap, ja, dat zo intens beleven, heel erg dicht bij mijn gevoel en ik kon altijd al best wel goed voelen, maar heel duidelijk bijvoorbeeld ook weten van oh jij mag of ik vind het prettig met jou in de buurt, maar minder prettig met jou. Dus nog meer dat losmaken. En volgens mij vanuit de ayurveda dacht ik zeggen ze van een, een kind, als je zwanger bent staat dat babytje nog met één voet in de hemel universum in een andere wereld en één is al hier aanwezig. Dus dat je nog meer dat lijntje hebt met iets wat groter is dan mijzelf. En of dat je dan het universum wil noemen of hoe dan ook, dat maakt niet uit. Maar zo voelde dat voor mij ook echt van: wow, zo'n kracht in je lijf en dat je dat als vanzelf kan laten groeien. En dat maakte dat ik daar meer over wilde weten. En toen was het eigenlijk heel toevallig. Ik wilde graag, ik vind het altijd leuk om meer de opleidingen te blijven doen. En toen dacht ik, ik ga nog iets met yoga doen, maar. Gewone yoga, van de yoga vormen die ik fijn vind. Daar weet ik zoveel van. Als ik een cursus volg, dan denk ik soms kan ik hem beter zelf geven. En ineens was daar die week daarna starten zwangerschapsyoga. In Utrecht, om de hoek. En ik kon en het was nog plek. Dus alles was precies eigenlijk zoals het moest zijn. Ja, En toen ben ik dus uh, ingestroomd. En zo is het begonnen. En dat vond ik echt fantastisch. En ik vind ook zwangere vrouwen... Ontzettend mooi. Die zijn zo open. Ja, en ik vind het heel fijn als ik ze liefdevol kan ondersteunen. Maar het begon dus echt vanuit de eigen ervaring van zwanger zijn. En um, die transformatie die je doormaakt als vrouw, van vrouw naar dat verlangen en dan naar moeder worden. Uh, en daardoor is het, uh, is Wat het ontstaan. Mooi. Ja ook daar, je begint wat te stralen. Je ziet ook echt dat dat ook gewoon... Ja, je passie, ik weet niet of je het zelf zo noemt... maar dat, dat je daar zoveel hart voor hebt en zoveel liefde voor hebt... om dat ook voort te brengen naar al die andere zwangere vrouwen... Die, uh, die er hier zijn. Ja, heel mooi om te zien. Ja, en ook dat we als vrouwen elkaar dus mogen supporten. Dat is zo gaaf. Als je iemand anders steunt, dan... Ik, daar groeien wij zelf ook van. En daar, worden, daar begint voor mij ook een mooiere wereld. Dat is echt... Uh... Die baby die leeft al in die buik. Dus die krijgt daar al dingen mee. En als je dan lekker als je dan gedragen voelt. Uh, ja, dat is. Vind, vind ik iets echt wat heel erg mooi is. Ja, en ook kan ik me zo voorstellen, als je dat dan mee kan geven in de zwangerschap. Wat voor een andere start heb je dan als moeder uh, uh, met je kleine kindje. Dan wanneer je je niet gesupport voelt. In, in die hele zwangerschap en die hele periode. Want het is zo'n belangrijke tijd om ook. In, in ieder geval een positieve start uh, te hebben om het moederschap in te gaan. Dat uh, als je dat dan kan betekenen, echt uh, ja, heel erg mooi. Ja. ja, dus inderdaad, van de liefde, ja, van zelf moeder worden, dat is uh, ongelooflijk. En ik vind ook dat. Um... Het vrouw zijn, dus dat er in onze baarmoeder een kind kan groeien, dat kunnen alleen maar vrouwen. Dat vind ik echt gaaf. Dat is, uh, ik vond feminisme altijd een heel stom woord, en dat is pas recentelijk dat ik denk, misschien ben ik zelf wel ook een beetje feministisch. <laughs> en ik hou echt van mannen, maar dat wij vrouw, de vrouwelijke uh, kwaliteiten meer mogen omarmen, zoals dat wij ontzettend goed kunnen voelen, of dat dingen organisch mogen gaan in plaats van altijd zo. Uh, volgens de agenda heel strak gepland of dat je altijd moet presteren dat je ook achterover mag leunen en sensueel mag zijn <laughs> ik het er, er wel bij <laughs> ja maar uh, dat we ja dat, dat vind ik wel fijn en dat, dat dat meer gezien mag worden die vrouwelijke ja de vrouwelijke energie want mannen hebben dat ook in zich maar dat dat zachte ook meer gewaardeerd wordt ja, en zeker als moeder is dat volgens mij nog veel meer versterkt. En zijn, staan we er soms tegelijkertijd misschien een beetje verder vanaf. Um, ik weet niet ja, hoe jij dat ziet. Maar ik, de, ik ervaar vaak zo'n dualiteit. Van enerzijds wil je dat wel en voel je er dus ook veel meer aan. Maar anderzijds mag het er soms ook minder zijn en lijkt het juist wat verder weg te staan. Maar dat je daar als vrouw ook gewoon op die manier in jouw kracht mag staan, als je dat mag ervaren, dat is echt gaaf. Ja, ja en ook. De... Uh, als je een zwangerschap hebt en ik vind die bevalling kan zo'n bekrachtigende ervaring zijn. Ik denk nu wel eens terug aan als ik het moeilijk heb of zwaar heb ergens mee. Maar ik kon ook bevallen. Ik heb twee kinderen op de wereld gezet. Dat vind ik zo vet. Dat geeft dan echt een, een power gevoel. Want je weet dat je dat ook hebt gekund. En ook helemaal zelf hebt gedaan hoe dat dan ook is gegaan. Maar zo voelt dat voor mij. Terwijl ook allebei mijn bevallingen totaal anders waren. Maar het heeft me wel een krachtig gevoel gegeven. En... Dat is wel vet dat je dat eruit kan halen, ja. Ja, als je dat kan, wat kan er allemaal dan nog wel niet meer? Ja, precies. Ja. Dan heb je veel meer in je dan je misschien zelf van tevoren had gedacht. Ja, ja en omdat jij nog even begon over die Linda-post... want daar zat ik later ook nog aan te denken. vond ik doodeng om te delen... om daar dus iets van te vinden en iets anders te doen. Um, maar dat gaf mij ook daarna een gevoel van support. van dat ik daar niet de enige in ben die daar zo over dacht... dat dat werd gedeeld en... Um, dat leverde mij dus persoonlijk vooral heel veel op van wauw wij, er zijn meer vrouwen die dit zien, volgens mij is er in die zin ook een beetje een verandering gaande, dat het dat we meer open zijn over hoe bevallen kan zijn, inclusief die roze wolk of juist de minder fijne ervaringen maar dat het dus al een beetje ook in de wereld zo erin zijpelt en er zijn bijvoorbeeld ook mijn jongere nichtjes die volgen mij ook op social media, dus die zullen nu ook wel meer dingen zien, dus hoe Terwijl wij dat hadden, dat niet. Nee. En dus daarin denk ik ook dat die jonge meiden al wel een beetje iets meekrijgen. Misschien ongewild, maar dan gebeurt er toch al iets. En daarmee planten we, denk ik, al de eerste zaadjes. Tot, een, um, ja, tot het maken van je eigen keuzes. Als jij uh, zwanger wordt en moeder wordt. Ja. Ja, want die post, de luisteraars zullen het misschien niet allemaal gezien hebben. Maar had je een hele mooie, krachtige foto van jezelf. net na de bevalling. Toen je echt, echt heel pas bevallen was, volgens mij uh, gedeeld. Ja, superkrachtig. Maar uh, uh, ja, de, de echte werkelijkheid, de rauwe foto, gewoon zoals het was. Echt supermooi. En dat werd ook door heel veel moeders omarmd. Uh, waarin ze ook hun eigen foto's deelden. Dus dat is uh, ja, zo mooi als je dat beeld ook kan laten zien. En inderdaad, ook zeker voor de jongere generaties. Dat die Via social media, dan in positieve zin al dit soort beelden wel meekrijgen. Ja. En dat ja. we door en dat door kunnen we... geven. Nee, zeg maar. Nee, ik zei, en dat we dat door kunnen geven. Ja. Ja, en inderdaad, dat we het doorgeven. En dat we dus ook, dat je niet uh, alleen daarin staat. Dus dat we daarin elkaar ook dragen als vrouwen. En dat ik uh, die dingen wel terugzie. Ja, dat vind ik bijzonder. Mooi ook. Ja. Hé, hey, en. Um... We hebben al best wel veel besproken ook sinds ik me er zo te bedenken. Zijn er dingen waarvan je zegt die heb ik nog niet gedeeld en die zou ik wel heel graag aan moeders mee willen geven? Ja, ik vond het wel leuk dat jij ook zei van wat zou je zelf dan uh, terugkerend mee willen geven? En zo denk ik ook wel eens, te weinig overigens, maar wat zou ik nou zelf denken als ik tachtig ben en als ik dan terugkeek naar mezelf van nu? Soms uh, helpt dat mij wel om de boel even te relativeren. En dan is het vaak ook mildheid of zacht zijn. Van het is oké okay en je hoeft niet zo hard je best te doen. Ik denk dat dat en dat wil ik dan ook graag tegen andere moeders zeggen. Of denk eens aan jezelf als jij je eigen moeder zou zijn, wat zou je dan in zo'n situatie tegen jezelf zeggen? Dus jezelf koesteren ook als gewoon als mens en als kind. Ja, ik moet ze even. Ik begin een beetje te lachen. Want ik moet denken aan iets wat mijn moeder altijd zegt. Die was vroeger altijd heel erg gericht op het huishouden moet in orde zijn. En ik moet wel schoongemaakt hebben, et cetera. En dat ze nu achteraf zegt van. Uh, oh, had ik maar gewoon meer tijd met jullie lekker gespeeld. Met jullie naar de speeltuin gegaan. Of lekker erop uitgetrokken. En dat huishouden mag gewoon eventjes de boel de boel gelaten. Achteraf heeft ze daar spijt van dat ze dat niet had gedaan. Dus uh, ja, dat ik nu denk ik van. Ja, daarin mag je ook mild voor jezelf zijn. En dat je gewoon inderdaad. Eigenlijk met je kinderen waar je uh, volgens mij halverwege het interview zei... dat je er gewoon lekker mag gaan dansen. En uh, als zij niet naar buiten willen, dat je dan ook niet naar buiten hoeft. En dat je gewoon lekker binnen kan blijven of misschien andersom. Uh, en dat dat ook oké okay is. Ja, ze mag wel even met mijn vriend gaan praten. Die <laughs> denkt altijd anders. Oké, okay, nou alles laten liggen en dan gewoon <laughs> gaan spelen. En ik denk dan, ja serieus, wat maakt mij maak echt... Niet uit, laat dat huis maar even ontploft zijn. En uh, ja, daar denk je later echt niet meer aan terug. Je denkt terug aan die momenten die fantastisch waren: dat je knetterhard hebt geschaterlacht met elkaar. Dus ja. dat dat er mag zijn. En ja. je kinderen, die denken daar ook niet aan terug, denk ik. Hé, <laughs> hey, en uh, je vertelde net ook al even: jij hebt dus een, een cursus ook voor moeders: uh, avontuur van 40 weken en online zwangerschapscursus. En je bent zwangerschapsyoga docent. Uh, wat, wat doe je daar verder mee... en hoe kunnen mensen jou vinden... als ze daar meer over willen weten? Ja, je kan uh, HannekeMegens.nl Megens met enkel E, want het gaat heel vaak mis. Dus als je mijn naam googelt... dan kom je op mijn website, daar staat het overzicht op. En um, ja, wat ik eigenlijk wat ik meestal doe... is vrouwen begeleiden. En die zie ik heel vaak tijdens de zwangerschap. En vaak zie ik ze daarna ook nog wel. Want dan, ik geef inderdaad uh, yoga les. Zowel zwangerschapsyoga als gewone yoga. Uh, ook massage... Misschien kan ik je nog een keer een massage geven. Wie weet. <laughs> maar, um, en een online zwangerschapscursus. En dat was iets wat ik ook dus zelf miste. Dat je gewoon altijd toegang hebt. En dat je ook ergens terecht kan met je vragen. En um, ja, op hannekemegens.nl daar staat alles. Want ik heb inderdaad een site van de yoga-reizen die ik geef. Avontuur van heerlijk leven. En daar vandaan ontstond avontuur van 40 weken, de zwangerschapsreis. En zo zie ik Doei. ook wel het leven als een avontuur. Zo ja aangaan mooi ook dat je het inderdaad beschrijft ook als een reis en een avontuur want dat is het ook je weet van tevoren niet waar je precies uit gaat komen behalve dat er een eindpunt is uh, ja en dat daarna weer een nieuw begin natuurlijk ook start dus uh, super mooi dan wil ik je bij deze heel erg bedanken ook voor dit uh, bijzondere mooie interview en uh, ja hopelijk zien we elkaar nog eens vaker heel graag gedaan dank je wel Ja, lieve mama, superleuk dat je deze 25e aflevering van de Happy Me Happy Mama podcast hebt beluisterd. En ook helemaal tot het eind. En daarvoor alle credits voor jou. Uh, en ik ben heel benieuwd wat jij eruit hebt gehaald aan inspiratie, tips of ideeën. Of dat je misschien gewoon heel leuk vond om uh, dit interview te beluisteren. En ik zou het dan ook superleuk vinden als je dit met me zou willen delen. Je kan dit doen door me een berichtje te sturen via Instagram met de taggen in je story. Of wat ik ook heel tof zou vinden, als je een review zou willen schrijven op Google of iTunes. Want dat helpt om deze podcast bij nog veel meer moeders onder de aandacht te krijgen. Zodat zij er ook hopelijk wat inspiratie of uh, vreugde aan kunnen beleven. Als je dat willen zou, zou willen doen, echt super, super, super bedankt, lieve mama. Mocht ik nou ook iets voor jou kunnen doen? Mocht jij graag wat meer tijd voor jezelf willen, wat meer energie willen, wat meer rust in je hoofd ervaren? Of merk je dat je je wat onzeker voelt in het moederschap en net als Hanneke, net als deze lieve mama, zoveel zou willen genieten van het moederschap, maar je weet niet goed hoe je dat moet doen? Stuur me dan even een berichtje via Instagram of eh, vraag een gratis inspiratiegesprek aan via happymehappymama.nl. En dan kijken we wat ik voor jou kan betekenen. Voor nu wens ik je in ieder geval nog een hele fijne, mooie dag toe. En eh, hoor ik je graag over twee weken weer bij de volgende aflevering van de Happy Me, Happy Mama-podcast. Tot dan!